welkom vanuit de Koel. Die trap heeft Vitesse inmiddels overleefd. De beruchte trap, daar zijn beide elftallen al vanaf gelopen. Voor deze wedstrijd tussen geel-zwart en geel-zwart. Alleen het geel-zwart van Vitesse wel te zien in dit spandoek. Vanavond Bordeaux-rood, paarsachtig bijna, met een beetje blauwe accenten. Ploeg in vorm, Vitesse, van de laatste 5 wedstrijden er 4 gewonnen en 1 verloren bij VVV. Precies het omgekeerde het geval, slechts 1 zegen en 4 keer verloren in de laatste 5 duels. Maar de nederlaag in Eindhoven gaf toch de Venlose burger een beetje moed. Want er werd een uur lang stand gehouden in het Philipsstadion. En daarom vrijwel dezelfde opstelling bij VVV dus vanavond. Alleen Evert Lindhorst ontbreekt. Dit is zijn vervanger, Richard Nooidekker. Hij moet de honneurs waarnemen. Letterlijk gezien, Danny Post moet een beetje zijn rol gaan overnemen. De rol van Evert Lindhorst, de clubtopscorer ook van VVV dit seizoen met 4 doelpunten. Navarone voor, hij is de vervanger van Tanane. Hij is een beetje de ideale 12e man dit seizoen bij Vitesse voor. Kan op vrijwel iedere positie op het middenveld en bijna ook wel voorin uit de voeten. Iets minder vaak in de basis dan vorig jaar. Djeboa en Bazoer kennen elkaar nog uit een Duitse periode. Een leuke knuffel tussen die twee. Pasveer ook weer fit, had wat last van zijn pols. Ontbrak daardoor op de training afgelopen week. Maar is fit genoeg om te starten, neemt ook geen enkel risico. En dat zijn zijn eigen woorden. Brak in de voorbereiding op dit seizoen zijn pols. Scheidsrechter Simon Mulder met de aanvoerders. Met de bekende aanvoerdersbanden voor deze speelronde. Clark. Bazoer. Voor. Nooidekker. De versnelling bij Van Ooyen. Daza moet in de achtervolging, omdat hij te laat is vertrokken. Van Ooyen. En die probeert het geplaatst. Eerste gevaar van de wedstrijd. Zonder dat de pas weer echt tot het uiterste moet gaan. Zo speelt VVV die bal een beetje rond. Gaan ze nu de middenlijn over met Djeboa. Nooidekker heeft ook weer wat ruimte. Maar Djeboa gaat vooralsnog veel zelf, omdat dat zeer succesvol is. En nu dus ook bijna trefzeker. Heerlijke dribbelaar, John Djeboa. Passeert heel makkelijk. In dit geval is Obispo gezien. Maar schuift de Duitse jeugd international die bal net naast. En ook Van Ooyen komt net te kort. Toch wel makkelijk hoor, hoe Obispo gepasseerd wordt. Nou, goed te zien in het eerste kwartier dat Kettemol echt de controleur is op het middenveld bij VVV. En Post probeert wel met wat diepgang voor gevaar te zorgen. Maar Taf staat behoorlijk vrij, maar de bal van Linse net te scherp. Net niet de juiste afstemming hier tussen Linsen en Matafs. Een variant. Nooidekker. Ja, daar moet je wat geluk bij hebben. Hij schiet hem bijna de Duitse grens over. Post. Pagonik weer aan de flank. Djeboa wat meer naar binnen. Pagonik. En weer een keer een hoekschop voor VVV. Corner wordt snel genomen. Er is alle gelegenheid voor. Ook voor de voorzet. En daar is de kopstoot die Clark nog van de lijn haalt. Of zelfs iets voor de lijn wegwerkt. En het was de aanvoerder die alle gelegenheid kreeg om zijn hoofd tegen die bal te zetten. Danny Post. Obispo, Doekie. Pas weer. Een beetje onder druk gezet door Van Ooyen. En daar komt hij heel aardig uit.
Borst. Djeboa. Wright voor het doel. Hetzelfde geldt voor Neudecker. Djeboa. Borst. Hier zit toch wel wat in voor VVV. Kettemol. Lange bal van Obispo, die komt ook nog aan bij Linssen. En Linssen, ja, het is absoluut tegen de verhouding in. En het is de man hier uit de buurt die het doelpunt maakt. En daarmee zet hij gelijk een bijzonder record op zijn naam. Hij heeft nu tegen alle ploegen in de Eredivisie een bijdrage geleverd op het scorebord. VVV ontbrak nog in dat rijtje. En nu heeft hij ook gescoord tegen VVV. En het is dus weer hetzelfde liedje. Vitesse verreweg de mindere, maar wel op voorsprong. Clark. Bazour. Daza. In de 1 tegen 1 met Van Ooyen. Daar is hij van verlost. De voorzet is ook niet onaardig. En daar valt die bal voor Linssen. En dan is het 0-2. Viert het feestje met de meegereisde fans uit Arnhem. En zo is Vitesse uiterst efficiënt. En dat past ook bij een club die bovenin meedraait. En zo staat het. Volkomen onlogisch eigenlijk als je de wedstrijd bekijkt. 0-2. Djeboa, hij kreeg de grootste kans voor VVV om een doelpunt te maken. Er is heel veel ruimte voor Wright. Dat heeft Neudecker gezien. Hier moet Wright de aansluitingstreffer maken, maar dat doet hij niet. En dat is dus het verschil. Tussen VVV en Vitesse, waar VVV behoorlijke kansen niet benut, slaat Vitesse twee keer toe. Bero, Bazour. Voor Bero. Vitesse schakelt een tandje bij in deze aanval. Linssen, voor. Bazour vrijgespeeld, die haalt uit van ver en ook dit is raak. Nou, je kunt ze geen efficiëntie ontzeggen bij Vitesse. Ieder schot op doel levert een doelpunt op. En dus staat het hier na 43 minuten 0-3. En het is een prima doelpunt. Hij wordt goed vrijgespeeld door voor. Raakt die bal lekker met links. Djeboa. Neudecker. Jansen. Zo komt VVV weer in heel eind. Is hier Wright. En Wright schiet hem hard maar naast. En je ziet de ontsteltenis op zijn gezicht. Weer een kans niet benut. Maakt ondertussen ook Hens. Dus mocht het een doelpunt zijn geweest, was die bal nooit goedgekeurd. Corner van Ooyen. En daar is toch een vrije kopkans voor Niels Reuzeler. Dico alleen op Kiesbaum af. En ja, het is het verhaal van de avond. Ieder schot van Vitesse levert een doelpunt op. Dus ook deze inzet van Noah Dico. 0-4 de tussenstand. Het is een afstraffing op papier. En het is zeer pijnlijk ook hoe dit doelpunt tot stand komt. En wel lekker afgerand hoor. Oh, Dico. Matafs. Hij staat nog niet op het scorebord. Dico. Dico. Het zal toch niet? Nou, er gaat ook een keer een balletje niet in. Namens Vitesse. Dit beeld zegt veel over de stemming bij VVV. Corner van Bazour. En er wordt gekopt door Obispo. En die bal wordt nog van de lijn gehaald. Uur onderweg. Keiharde cijfers, vooral voor VVV, want het staat 0-4. En hoe je het ook wint of keert, Vitesse doet het toch gewoon iets heel goed. Reuzeler. De
Dit straalt ook een beetje wanhoop uit. Een poging van zover. Daza. Voor. Maar Tafs eigenlijk in de buurt, dus moet voor zelf. En dat scheelde nog niet heel veel. Het is natuurlijk wel een speler die van buiten de 16 kan scoren. Dat heeft hij in het verleden meerdere malen bewezen. Naar Verona voor. En Tim Matafs verlaat het veld. De 4 Vitesse doelpunten. 0 van Tim Matafs. Nog een kwartiertje speeltijd voor Thomas Buiting. Tim Matafs botviert zijn frustratie op een bidon. Prachtige bal van Linssen op voor. Voor. Recht in de handen bij Kiesbouw. Djeboa. Nog altijd Djeboa. En die vindt bijna de verre hoek. Knappe redding van Pasveer. En die wil natuurlijk graag de nul houden. Dat is al 6 wedstrijden op rij niet gelukt. Hij heeft vandaag toch al 2 knappe reddingen verricht. Deze bal was echt onderweg naar het zijnetje. Pasveer blijft staan, Linssen kopt weg. Vitesse nog altijd niet volledig uit de problemen. Nu wel. Dan wordt er gelijk weer de blik naar voren gericht. Ja, omdat het moet. Probeert VVV maar aan te vallen. Het wordt van ze verwacht om die 6000 fans nog iets te bieden. Maar je ziet toch aan alles dat de echte drang naar voren. De echte inzet een beetje af is genomen. Ook bij Vitesse banen ze zich wat meer in de speeltuin. Na die 0-4. Geel voor Kettemol. Het is een jubileumkaart voor Kettemol. Zijn 125e gele kaart uit zijn carrière. Linssen, ja, die kan natuurlijk nog wel een hattrick maken. En die maakt hij niet, omdat Kiesbaum nog een goede redding in huis heeft. Jammer voor hem. Weer zo'n lange bal van Pasveer. Even doorkoppen en dan ligt het helemaal open. Dan is die Pagonik Linssen toch weer behoorlijk kwijt. Vitesse wint van VVV. Heeft 23 punten na 10 wedstrijden. De beste start uit de historie van Vitesse. En dus is er alle reden tot glimlachen. Deze man is blij dat het voorbij is. Je bent supporter in goede en in slechte tijden. Het zijn vanavond slechte tijden voor VVV.